Welkom op mijn YouTube kanaal. Deze vlog is in twee delen en dit is het tweede deel. Voor het eerste deel moet je zijn op het kanaal van Wolhobby, van mijn zus, want we hebben deze vlog samen opgenomen. Dus deel 1, eerst even kijken op haar kanaal en dan terugkomen hierheen voor deel 2. Tot zo! Het patroon wat ik bij Steef gekocht heb. Zoals ik al zei, dit was trouwens de pin. Waar de kaart waar de Dolly pin op zat. Hoera, Dolly is trotse mama geworden van Nitty en Notty. Om dit te vieren is deze exclusieve pin uitgebracht. Nou, die hebben jullie gezien bij ons. Maar Steef en Ika hebben ook allebei heel veel leuke haakpatroontjes. En ik heb het patroon van het rolmaatje gekocht. Ja. En ik ga dat niet zo lang in beeld laten zien, want dat is ook het patroon. Maar ik heb er dus ook zo'n rolmaatje bij op de juiste maat, dus ik ga dit rolmaatje ga ik haken en dan uiteindelijk hier omheen haken, zodat je dus een leuke versierde centimeter hebt. Ja. En jij hebt ook een patroon gekocht. Ja, ik kan het wat langer laten zien. Dit is het patroon van de mini lampion. Ja, Solana mini lampion. Juist. Schattig. Ik zit me net te bedenken dat ik deze natuurlijk wel in leuke kerstige kleurtjes kan maken. En dan heb je weer voor je kerstornamenten. Mijn kerstornamentjes liggen een beetje stil. Ja. Maar dit is natuurlijk wel heel leuk. Ja, dat is een heel goed idee. Ga ik doen. Ik kan even maar je moet die ringetjes, zaten die er ook bij of moet je die nog kopen? Nee, die moeten we ergens kopen, maar dat lukt wel. En anders dan buig ik zelf wat, joh, van... Oh ja. Elektriciteitsdraad of weet ik veel wat. Ik denk dat dat wel goed komt. Ja. En het is een mini lampionnetje. Hè? Als het niet helemaal mooi netjes rond hangt, dat is ook geen ramp. Ik bedoel, het hoeft niet echt te werken. Nee. Het is voor de sier. Er hoeft geen kaarsie in. Precies. Verder kregen we nog van Floor, van Atelier Bont en Blauw. De nieuwe garenwinkel in Zeist. Kregen we allebei een tasje met daarin breijuwelen. Ja, een zakje met zederhouten bolletjes. Die gooi ik her en der in mijn handwerktasjes. En er zaten vier steekmarkeerders bij, breijuwelen, een kroontje. Ja, die is leuk. En een robijn. En Apollo de poes. Nou, ik weet niet, jullie zagen hem net in beeld, maar dit was Apollo de poes in zijn hele jonge jaren. Nou, dat het zo slanke den was. Ja, precies. Misschien was het eigenlijk de zus van Apollo. En een klavertje 4. Ik weet helemaal niet of dit zo overkomt, maar met ja, ik denk het wel. Ik heb ook zo'n setje gekregen. En Atelier Blond en Blauw, dit is haar logo. En haar garenwinkel bevindt zich in Zeist. Ja, toch? Leuk. Ja, ja. Volgens mij zegt nog steeds een keertje gaan breien. Ja, dan gaan we een keertje breieenkomst doen bij Floor in de winkel. Dat is leuk. Ja, dus komen jullie dan ook. Dat is gezellig. Deze gaan verdeeld worden over de verschillende tasjes. Ik gooi er gelijk hier eentje in mijn Annemarie-tas. Inderdaad. En in mijn Esther-tas. Zo. Zit daar ook een gaatje door? Dat geloof ik niet, hè? Het is echt een bolletje. Nee, het zijn geen kralen. Ja. Het zijn echt bolletjes. Hier zit er denk ik wel eentje in. Ja. Ja, ik heb nog één uit mijn adventkalender. Dat was dan wel geen bolletje, precies. Maar... Nou, deze gaat zometeen in een andere. Die mag even in het schelpje wachten op zijn plek in een tasje. Tot een tas is. Ja. Even kijken. Hoe gaan we zus met de tijd? Ik kan het 17 zien. Minuten. Het? 17 minuten. Oh, ja. Oké, okay. We hadden nog meer eten gekregen. Want... Ook Catharine vindt dat wij er slecht uitzien. Ja, Catharine vindt ons ook zo magertjes. En misschien Vivienne ook wel, die was erbij. Ik weet het, wij kregen het van Catharine aangereikt, maar ik weet niet of het alleen van Catharine was. Ze vinden ons natuurlijk niet mager, dus wij stralen uit dat we van lekkere dingen houden. Ja, dat. Dat is het, denk ik. Ja, ja, en ik zeg altijd, je moet dit opvullen van binnenuit, want anders gaat het rimpelen en dat is geen gezicht. Dat is dus, dat komt helemaal goed. Precies. Zijn dit jouw stroopwafels? Ja, want jij hebt daar nog een pak of had je die al?
Nee, dit heeft wel hetzelfde etiketje. Ja. Dus dat moet lekker in de tas. Ja, en Rob die mocht van mij niet meer aan die krakelingen zitten. Dus die was ook al aan de stroopwafels begonnen. Die man. Ja, joh, die man heeft echt een onwijze hoge verbranding. Dus, ja, dat is dat. Dat mannen hebben dat. Verder kregen we... We waren collectors natuurlijk items. Overal buttons aan het uitdelen. En toen kregen we van Wendy, van de draadzaak, kregen we allebei een schrijfblokje. Ja. Dit schrijfblokje gaat meteen in mijn Annemarie-tas voor bij mijn... slim, dat hoort natuurlijk in mijn tas. Provinciaal notities. Ik denk dat ik hem ook in mijn Annemarie-tas doe. Oh, dat is wel leuk. Want daar zitten vakjes in. Ja, en die wil daar wel wonen, want ze stonden samen op de kraan natuurlijk. Ja, precies, ook dat nog. Dus, dus dat is die, ze zijn al aan elkaar gewend. Ja, kijk. Oh, zie je, dat gaat gelijk heel goed. Hopta. Ja, daar is gas precies. Ik denk dat ze overleg gehad hebben. Dat zal dat het zijn. Ze afgestemd hebben hoe groot de vakjes en hoe groot het klapblokje moet zijn. Hoe groot moet ik die vakjes nou maken? Hier heb je een klapblok. Ja, precies. Zorg dat die past. Dat is een goede maat. Dat zal het zijn. Even kijken, zus, ik geloof wel dat we dan alles verteld hebben. Want hier staat nog de tas van Esther, maar die hadden we al gezegd. Ja. En we hebben ergens onderweg nog eventjes iets overgeslagen. Oh ja, ik had boek en boektoos, maar dat was natuurlijk hetzelfde. Ja. Dus dit was onze lijst. Oké dan. Dan ga ik nog even laten zien dat ik een nieuw patroon van mijn heksenpielpatroon gestart ben. Dat is wel een leuke combi toch, hè? Ja, mooi, hè? Die op Taz en Golden Leaves, gok ik? Ja, ja, heel goed. Heel goed. Ook wat een goede medewerker ben jij toch ook. Dit is mijn heksenpielpatroon. Met hexagonnetjes. En deze is gelanceerd op de beurs. Die is ook goed verkocht. Er zijn veel mensen die een setje met een boekje gekocht hebben. Die dus ook allemaal mooi paar sokken kunnen gaan breien. Alleen, ik had een link naar de YouTube voor alle instructiefilmpjes. Maar dat is helemaal niet goed gegaan. Oh. Ja, het filmpje is niet goed gegaan. Dus ik moet hem opnieuw filmen. Komt nog goed. Ja, het komt goed. Het komt ook deze week goed, want ik vind echt dat dat moet. Maar deze was ik gestart toen we onderweg gingen naar de beurs. En toen we in Tilburg kwamen, had ik de boord af. En dit stukje heb ik tijdens de beurs gewoon tussen de bedrijven door gebreid. Want dit is een patroon wat zich heel makkelijk laat lezen. Als je een klein beetje een start gemaakt hebt, dan snap je eigenlijk wel wat de bedoeling is. Dus dan heb je dat patroonboekje niet de hele tijd nodig. Ja. En ik ken hem vrijwel uit mijn hoofd. Dus daar heb ik nog aan gebreid. Ja. Jij wil natuurlijk laten zien wat je af hebt. Ja, precies. Wat heb Gaan we je even af? De kippen opzij doen? Want ik heb mijn vest, ze stonden er niet voor hoor, maar ik heb mijn vest af. En de mensen op jouw kanaal weten dat dan misschien niet. Maar de mensen op mijn kanaal weten dat ik ben gaan vloggen omdat ik mijn vest in wording en het hele proces wilde vastleggen. En nu is het af. Ja. Ja. Oeh, dat maakt een herrie. Ik zal even gaan staan. En hoe lang duurt dat nou zo'n vest? Nou, dat duurt 25 afleveringen, dat weten we nu al. Ja, precies. Ja. Ik ben er heel blij mee. Oh, maar hij is ook echt fantastisch gelukt. Ik vind het leuk om hem zo te hebben. Dus boven dicht en van onder gewoon los. De pasvorm is goed. Ik heb, ik vind zelf hele leuke knoopjes erbij. Hout een beetje gelig. Die vond ik gewoon heel mooi erbij kleuren. En nou ja, je kunt ze goed zien, maar dat vind ik ook wel leuk van een knoopje. Er zit een kabeldetailtje in de vorm van een vlecht. En het is holstgarn, super soft. En ik moet zeggen dat het ook best wel aardig zacht geworden is. Ik denk dat hij nog zachter wordt tijdens het dragen. Maar ik ben er blij mee en nu wil ik nog een vest. Ja, ja. Dat begrijp ik. Ja, misschien wel met een leuke jook. Of ik weet het nog niet. You are not joking. Nee, precies. Nee. Ik moet nog eventjes, het nog meer af, hè? Ja, ik zal even wat pakken waar ik ook aan gebreid heb. Laat ik alles maar gelijk laten zien, want ik ga nu natuurlijk deze week niet alleen een vlog opnemen. Nog. Nee, dus, precies. Ik heb nog een paar sokken af. Dit is een, ik heb ze in mijn vlog laten zien, in de laatste of één na laatste, dat ik eraan begonnen was. Ik heb ze nog niet aangehad. Ik heb er twee af, hè, een paar. Ik had deze bol gekregen 2 jaar geleden van breivriendin Karin. Ik werd aan mijn ogen geopereerd voor staar.
En toen kreeg ik een zauberbal van haar. En daar heb ik deze en dit. Ik vergeet elke keer. Is dit nou vanille latte of Vanilla's the New Black? Volgens mij is dit Vanilla's the New Black. Ja, dat heb ik tenminste de hele beurs tegen mensen lopen roepen. Oh, ja. Dus ik hoop dat ik het goed geroepen heb. Dat is een hele leuke sok. Ja, je kunt het misschien niet zo goed zien op scherm, want het is een donker wolletje. Maar je breidt hem van boord naar teen en achter op het been begin je met de meerderingen voor de spie. En dan doe je met verkorte toeren de kleine hiel maken. Dus je hoeft geen steken op te nemen. Als je dat niet leuk vindt, is dit een heel leuk sokje om te breien. Ja. Ja. Dus dat. Ik ga hem nog één keer opnieuw starten, want anders dan slaat hij zo meteen weer af. Dan zou je nu 24 minuten. Dus dat doen we gewoon nog even voor de zekerheid. Vind ik ook. Is het al gebeurd? Staat hij al eraan? Ja. Oké. Ik had mijn sokken in dit leuke tasje, wat ik al een keer eerder heb laten zien, hebben we van Mia, dat is de moeder van Studio Spintel, gekregen. En daar zit inmiddels het volgende sokje in. Sok José in Rusted Wolhobby Merino sokkenwolgaren. Dus dit was mijn beursbreitje. Ik had de teen af op de heenweg en de rest op de beurs en op de terugweg in de trein gebreid. Ja, in het hotel s'avonds heb ik niet heel veel meer gedaan. Nee, precies. Ik moest een beetje huiswerk doen. En de nieuwe button, zal ik hem laten zien? Ja, is goed. De nieuwe Wolhobby button hebben we uitgedeeld op de beurs. Met uiteraard weer een belangrijke boodschap. En die is, het is altijd breitijd. Dat is niet iets wat je moet verdienen door eerst de keuken te poetsen of te stofzuigen. Nee, dat is bedacht door mannen. Je mag gewoon gelijk gaan zitten en breien. Ja. En ik heb tegen heel veel mensen gezegd, dan ga je eerst een kwartiertje breien. En dan ga je dan de keuken schoonmaken en dan zul je zien dat dat kwartiertje breien de leukste 4 uur van de dag zijn. Ja. Dus dat was eigenlijk iedereen meteen met me eens. Ja. Gewoon meteen. Ja, precies. Ik heb gebreid. Ik heb nog dingen gekocht. Die laat ik zo zien. Die heb ik al in mijn Annemarie tas. Vertel, wat heb je gebreid? Ik heb gebreid aan mijn... filigree tea. Ah. Ik moest even denken. En dit is onder andere een van de breitjes waar een steekmarkeerder van Ros in terecht gekomen is. Om te laten zien dat ik dit stukje gebreid heb. Ik denk dat dat misschien 4 patroonherhalingen zijn. Ik heb nu 12 herhalingen van wat je het eerst moet breien. Ik moet 19 keer datzelfde stukje breien en in 2 toeren maak je er 18 steken bij. Dus het groeit en het groeit. Dan heb je uiteindelijk de raglang mouwtjes en dan sluit je hem vooraan als V-hals. En dan ga je vrij snel de mouwen eraf doen en alleen maar in het rond breien. En dit is met mijn in het garen wat ik van Wools of Holland gekregen heb van Saskia en Ingrid. En dat moest gewoon iets worden en ik wil het gewoon graag aan deze zomer. Ja. Het is, ik vind het heel lastig om het heel netjes te breien. Maar ik denk dat dat wel goed komt als het straks in bad geweest is. Ja. En het puft misschien nog een beetje op. Maar ik heb evengoed wel een stukje eraan kunnen breien sinds dat jullie hem voor de laatste keer gezien hebben. In je naaldbuisjes, heb je die nog gevonden? Jammer, joh, die hadden we niet mee op de beurs. Althans, nou, daar leek het op. Ja, nee, we hadden nog 1 set moeten hebben. Oké, die volgens, hadden we de absoluut voorraad verkocht als we hem mee hadden. Want er is meerdere keren naar gevraagd. Ja, ja, dus maar, nou ja. Het ene setje wat we dan bij ons hadden moeten hebben, dat hebben we nergens kunnen vinden. Dus dat... Ja, dat zal wel een telling fout in de voorraad geweest zijn. Weet je, soms dan gaan dingen wel eens zo... Dus, maar deze, als ik straks de Engelse vlog heb opgenomen, dan zal ik de steekmarkeerder omhoog zetten. En dan zal ik hier een steekmarkeerder in doen, zodat we daar ook de voortgang van weten. En ik heb deze sok dus ook heel vaak laten zien.
omdat dit in mijn nieuwe kleur lenteregen was. En deze sok heb ik zo ver doorgebreid dat ik aan de hiel moet beginnen, aan de hielflap. Want hier moet ik dus dat filmpje over opnemen voor de heksenpiel sok. Dit is geen heksenpiel, maar het gaat er even om dat dezelfde hiel hierin komt als in mijn patroon staat. Dus deze ligt klaar om voor het filmpje als model te dienen. Zwaartekracht. Oh, jouw bolletje. Ja. Nou ja, het is ook lastig als alles omhoog zou vallen. Ja, precies. Maar ik vind er wel wat van dat alles naar beneden valt. Als het iets minder hoog zou staan, de zwaartekracht, dan hoeft je niet zo diep te bukken. Nee, precies. Nee, en deze zit nog steeds in de tas van Esther. Goeie want combi, die kleurt zo leuk. En hier zit mijn nieuwe button op. En natuurlijk mijn button van het ministerie van Gebreide Zaken. Van Jackie en Loes. Zijn er nog maar twee ministers? Ja. Oh, ja. Okay. Ja, die derde minister die kreeg het heel druk. Die is wel nog een keertje als gastspreker geweest. Maar die is eigenlijk te druk om het op tweewekelijkse basis te doen. Oh. Dus, jij had nog wat ja, gekocht. Ja, ik heb nog twee strenge wol gekocht. Oh ja, tuurlijk. Ja. Oh! En ik heb een naaldenetui gekocht. Bij Annemarie. Ja. Ik heb een hele mooie etui bij mijn verwisselbare set, maar die zat erbij. Maar eigenlijk doe ik al mijn breinaalden nog weer terug in de originele verpakking. Dus ik heb een heel stapeltje van die verpakkingen liggen. En dan doe ik wel dezelfde maten in dezelfde verpakking. Dus het aantal verpakkingen is wel minder als het aantal breinaalden. Maar Hobbybags heeft daar een oplossing voor. En dat is een etui met drukkers. Sluit je hem. En daar zitten dus plastic mapjes in, van die met zo'n zipsluiting, waar je een stickertje op kan plakken. Die zitten er ook in, met wat je erin hebt zitten. En dan kun je dus per maat je breinaalden opbergen. Er kan nog een schaartje in of andere kleine notions die je erbij wil houden. En dan heb je gewoon één plek waar al je naalden in zitten. Ja, en dat zijn ook prachtige mapjes. Ja. En het is ook zo echt de zorgvuldigheid waarmee zij ook die dingen maakt. Weet je, hier zo die slotjes, die schuifjes, ja, die zitten om. Gewoon om en om. Want anders dan zou je natuurlijk zo'n pak alleen al van die slotjes hebben aan één kant. Ja. En ik had hem al leuke, op de, in Zwolle al gezien. Erin. Maar toen had ik hem nog niet gekocht. Toen had ik denk ik al genoeg gekocht. Dus ik dacht, dat gaan we nu doen. Nee, zij stond niet in Zwolle. Nee, waar was vorig ze nou? Jaar op de vorige editie op de Niet en Not. Toen heb je hem gezien. Want ze was in Zwolle gewoon met Miek bij ons aan de kraan. Ja, precies. Ja. Ja, inderdaad, dat is zo. En ik heb nog twee strenge wol gekocht. Oh. Bij bij garenwinkeltjes waar ik nog niet eerder iets had gekocht. Eentje van Studio Filon. Nee, ja, Studio bij Filon. Ja, van Saskia. Ja. Heel gaaf. Dit heel is mooi rolletje. Ja, precies. Dit is een, ik denk net als jouw settelbasis. Ja, ja. Dus zuivere scheerwol en nylon. Ja, met nylon. Ja, en dit is natuurlijk zo'n snoepje van de Mindful Creators. De Soulful Sok. En dit is een heel zacht sokje. Leuk. Sokkenrolletje. Ranunculus heet die. En dit is merino met nylon. Ja, prachtig. Ja, een heel zoet kleurtje, vond ik mooi. Af en toe moet je een beetje buiten je comfortzone. Hè? Hier zit veel groen in, daar hou ik erg van. Maar ik dacht, oh, dat roze vind ik ook zo'n lieve kleur. Ja. Roze met oranje, sowieso een leuke combinatie. Hè? Roze met oranje of paars met oranje. Ja, prachtige strengen. Ja, leuk. Dat deze dus bij Femke. En ik kreeg nog van Julia. Die had ik ook al in mijn tas gedaan. Ja, wat goed. Die lag al vanaf kerst klaar. Ja. Een naaldenstopper CQ steekmarkeerder. Ja. Oh, en jij hebt met een bolletje wol eraan. Ik heb met een knotje wol met breinaalden er doorheen. Oh, okay. Jij hebt zo'n skein. Ja. En yarn staat er gewoon op. Ja, en dat is leuk, want naaldenstoppers had ik dus nog niet. En ik heb inmiddels ontdekt waar naaldenstoppers handig voor zijn. Ja,
Ja, dat wordt onze nieuwe verslaving. Dus ik moest toch ook naaldenstoppers, ja. Naaldenstoppers en boeken. Ja, nu is mijn tasje echt leeg. Dit was het allerlaatste. Oh, ik ga nog één ding laten zien. Oh, jij gaat ook geen breitje meer laten zien? Nee, ik heb niet meer bij me. Nee. Mijn zus gaat binnenkort de Whip Parade opnemen. Ze zei, want ik heb nu toch ook wel veel breitjes. Ja, ja. Dus ik, oh fantastisch, midden in een... Ja, tuurlijk. Wat goed voorbereid weer. Maar deze naaldenstoppers van Vivienne, die had ik bedacht voor op deze breinaalden. Dus ik zet ze er even terug op. Dit is mijn excavation blanket. De start. Dit is helemaal niks om het zo te laten zien. Nou, breien. Ja, precies. Ga jij even de tijd vol. Doe even een pauzemuziekje. Ik ga even die naald uitbreien, want dit is helemaal niks zo. Nee. Maar vertel eens eventjes. Het is een restjesproject. Ja. En het idee is dat je niks hoeft af te werken, af te kanten, weg te werken. Dat klopt. Dat. Ja, want je doet aan het begin... Ga je je toeren breien en dan laat je 10 tot 15 centimeter over van de startdraad. En uiteindelijk je einddraad moet je ook 10 tot 15 centimeter overhouden. Dus eigenlijk moet je je restjes van klein naar groot sorteren. Ja. Zodat je de kleinste restjes als eerste kunt gebruiken. Ik moet nog een klein stukje van de naald, maar ik heb ook echt nog maar een heel klein stukje... over. Dus dit restje gaat gewoon nagenoeg op, zeg maar. Het laatste stukje, dat knip ik dan af. En dat, als het echt nog een klein bolletje is, dan bewaar ik het voor de terugweg. Want straks dan heb ik weer hele korte stukjes nodig. En het moet een dekentje worden uiteindelijk, toch? Of een sjaal? Ja, ik ga er een dekentje van maken. Want ik had zoveel kleine restjes garen ook. En het is zo lekker als je daar wat leuks mee kan doen. Dus, en toen zag ik bij Amy van Noble Character Crafts, zag ik dus dat zij de excavation blanket aan het maken was. En toen dacht ik, oh, die vind ik leuk, die wil ik ook beginnen. En je breidt dus alleen maar recht, dus het is een volslagen breinloos breitje. Ik heb hier gisteren aan zitten breien, want... Ja, toen had je niet zoveel brein. Na de beurs. En toen zo vroeg uit bed om Kirsten naar Schiphol te brengen, was ik niet echt maar in staat om iets anders dan rechtdoor te breien. Snap ik. Maar dit is prima. Nog een paar steekjes. Zo. Nou. De dames kip recht zetten. Dit kleine stukje heb ik dan over. Oh. Dit is niet meer genoeg voor nog een keer heen en weer. Dus deze leg ik apart. Voor als ik de terugweg ga breien. Kijk, dit houdt beter vast. Ja, precies. Tot zover ben ik nu. En je begint dus elke keer hier te breien. Dan doe je een knit front back en brei je helemaal naar het eind. Dan doe je weer een knit front back en brei je helemaal naar het eind. En je uiteindjes van je garen, daar leg je gewoon een stevige knoop in. En deze franjes, die knip je dan straks als je helemaal klaar bent... knip je ze op de juiste lengte, zeg maar. He, dus ik zou wel ietsje korter over kunnen houden. Maar ik dacht, ja, weet je, ik ken mezelf. Dan heb ik straks, moet ik verplicht, zulke korte franjes doen. Ja. Dus in het patroon raden ze aan 5 à 6 inch. Dus dat heb ik ook braaf gedaan. En ik heb ergens een steekmarkeerder van Ros erin gegooid. Hier zo. Ah, okay. Dus dit stukje heb ik er gisteren bijgebreid... Omdat ik dus gewoon zo lekker alleen maar rechtdoor wilde breien. Ik vind ze zo leuk, die steekmarkeertjes. Ja. En tot hoever ga je door voordat je weer gaat minderen? Het patroon zegt iets van 300, weet ik veel, steken. Okay. Maar je kunt natuurlijk doorgaan totdat je denkt... Oh, als ik nu terug ga breien, dan vind ik het een mooi vierkantje. Ja. En als je dan terug gaat breien, ga je in principe aan deze kant beginnen... En heen en terug breien. En dan krijg je hier franjes. Dus dan heb je al franjes aan de onderkant. Ja, precies. En dan maak je franjes aan de bovenkant. Maar de achterkant van je dekentje, die dan dus op de tweede helft aan de voorkant komt, die ziet er echt wel heel anders uit. Ik heb het in mijn vorige vlog verteld dat ik eigenlijk wil dat mijn dekentje gewoon helemaal de goede kant aan de voorkant heeft. Dus ik ga hoogstwaarschijnlijk... een tweede helft gewoon breien
En hem dan in het midden aan elkaar craften. Mag je dat nog zien? Want als je een tweede helft breidt. Ja, precies. Dan zou je die hier aanmaken en dan heeft hij hier zijn franjes. Klopt. Ja, precies. Ja, dat zou ik ook doen dan in dat geval. Amy van Noble Character Crafts, die heeft hem op de terugweg helemaal averecht gebreid. Ja. Ja, dat is ook niet erg averecht breien. Dat is ook gewoon een lekker ritme als je er niet bij na hoeft te denken. Maar... Ja, dat is ook waar. Dus daar moet ik nog even over denken. Maar goed. Mijn emmertje met restjes. Daar zijn de allerkleinste restjes inmiddels uit. Ik heb vanmorgen heb ik een stukje met een bolletje uit de swap van Marianne gebreid. Die heb ik hier afgehaald. Maar er zijn ook nog kleine restjes. Dit soort kleine bolletjes. Dit zijn bolletjes van Yvonne. Die herken ik. Want die doet ze echt heel strak oprollen. Dit was ook een bolletje van Yvonne. Die is er ook vanmorgen of gisteren ingebreid. Zitten dingetjes van mijn eerste adventkalender die ik uitgebracht heb, zitten erin. Dingetjes die ik zelf geverfd heb. Ik heb van alles en nog wat in dit emmertje, maar allemaal sokkenwol. Ja, wat natuurlijk wel op zich leuk is, is dat je natuurlijk ook gewoon kunt besluiten dat de achterkant geen lelijke kant is. Nee, dat is wel zo. Dat is op zich best ook een leuke kant. Hij is anders dan de voorkant. Ja, maar ik vind het rustiger als het over het geheel helemaal hetzelfde uitziet. Dus ik ga dat oplossen. Ik heb al besloten dat ik in ieder geval niet vanaf de andere naaldpunt ook recht blijf breien. Dat wordt het in ieder geval niet. Hoe ik het dan wel oplos, dat wordt vervolgd. Dus moeten we verder nog vertellen... Nou, ik heb volgens mij echt wel alles verteld. Hoe leuk we het in het hotel hadden. Ja. En hoe lekker we gegeten hebben. Oh. Als je in Tilburg bent, ga dan zeker even eten bij Mr. Meat. Als Mr. Meat. Je een restaurantje zoekt tenminste. Hè? De eerste avond zei man achter de balie van het hotel. Die zei, als je echt lekker wil eten, moet je daar gaan eten. Nou, het was 100 meter lopen. Ja, het was echt leuk. En een hele jonge jongen. Die heeft de slagersopleiding gedaan en die is toen zijn eigen vleesrestaurant begonnen. Ja. Er staat geloof ik 1 vegetarisch gerecht op de kaart, maar voor de rest is het vooral vlees. En we hebben daar de eerste avond met Steve gegeten. Ja. En toen de tweede avond wilden we eigenlijk ergens anders eten, maar er was geen plek. Dus toen zijn we weer bij Mr. Meat gaan eten. Ja. Maar we hadden de eerste avond al voor de derde avond gereserveerd... Maar ja, toen konden we bij dat andere restaurant terecht. Maar uiteindelijk hebben we toch besloten om onze reservering bij Mr. Meat te laten staan. Dus we zijn 3 avonden achter elkaar deze eten daar. Dus, en dat was heel leuk. Het was alle 3 de avonden super lekker. Ja, ja, en het hotel, het City Hotel. We moesten een hotel op loopafstand hebben. Want we zouden zonder auto in Tilburg zijn. Rob heeft ons gebracht. En die heeft ons zaterdag ook weer opgehaald. Of mij dan. Jij bent met de trein gegaan. Dus, maar we moesten op loopafstand. En de allereerste keer zaten we in het Mercure. Dat was ook heel leuk. Maar dat was naar verhouding was dat erg kostbaar. En toen zijn we naar het City Hotel gegaan. Dat staat er tegenover. Ja, nou ja, het is een heel ander soort hotel. Klein, 20 kamers. Maar wat zijn we omringd met zorgtalen. Ja, het was heel goed verder. Ja, ja, absoluut. Dus, en het was zelfs zo goed dat ik op de tweede avond naar beneden gelopen ben. Ja. Om meteen voor oktober te reserveren. Ik zei, ik kom in oktober weer. En toen zei hij, wat leuk. En toen zei ik, maar dat heb je echt aan jezelf te danken. Want nou ja, we hadden een paar kleine dingetjes waar we niet zo blij mee waren. Maar echt kosten nog moeite werden gespaard. Dat werd gewoon meteen opgelost. Direct opgelost. Dat was zo leuk, want daar hou ik van. Als iemand bij mij komt met een klacht, dan wil ik het ook graag oplossen. En ik kan het onwijs waarderen als iemand anders dat ook doet. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dus in oktober gaan we weer naar het City Hotel. Ja, want dan is er weer een nittenot. Ja... Nou, al zin in. Maar er komen nog zoveel andere leuke dingen tussendoor. Nou joh, we gaan wat is de eerste volgende? Jou er onder de wol. Ja, 18 maand. Mei. Ja. Ja. Op een zaterdag in Jouren, georganiseerd door Ajouren, de wolwinkel in de Midstraat daar. En de markt is dus op het grasveld achter de kerk en in de Midstraat. En het is
onwijs leuk. En dat is allemaal op wolgebied ook? Ja. Maar ook vachten en veelten? Ja, er worden schapen gehoed en er worden schapen geschoren. En ja. Anita van Ajoure die wandelt met alpaca's in de rondte. Oh, gosh, ook de winkel in. Het is echt komisch. Die mogen ook mee in de winkel. Dus dan loopt ze gezellig en dan loopt ze over de markt. En dan kunnen die kinderen allemaal die alpaca's even knuffelen. En ik natuurlijk, want die kan ik niet zomaar voorbij laten lopen. Dus dus dat wordt de eerste. En we hebben eigenlijk vanmorgen min of meer besloten dat jij dan toch ook maar meegaat. Dat was eerst niet de bedoeling. Vind ik wel heel leuk. Maar dat gaan we toch maar wel doen. En ik kan. Ja. Ik ben nog nooit in Jouwen onder de wol geweest. Op Jouwen. Ja. Op de markt. Zo leuk. Zo leuk. Ja. Oké. Dus, gaat je alweer afslaan? Nee, we hebben 20 minuten. Oh, gaat heel goed. Ja, maar dat betekent dus wel dat we gewoon dik een uur hebben, hè? Dus, half uurtje bij jou, half uurtje bij mij. Precies, zo gaan we het doen. Ja. Ik hoop echt dat we alles hebben laten zien. Dat is altijd gevaarlijk, hè? Het is altijd een beetje jammerlijk als je misschien toch iets vergeten bent. Maar dat doen we echt niet expres. Dat, nee, zeker niet. Maar het was ook weer gewoon echt ontzettend veel. Ja. Zo leuk. Ja, het was echt heel leuk. We hebben ons helemaal suf genoten. Nou, we hebben gelukkig ook nog wat breierij kunnen laten zien. Ja, precies. En dan moeten we hem volgens mij maar gaan afsluiten. Ja, is goed. Dus, breien blij. En tot de volgende. Tot de volgende, precies. Dag. Doeg.